Oh, wat is dit cute. Ja, dit dus. Ligt het aan mij of heb ik nu gewoon wel echt een lekkere glow? Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij van mijn eigen kanaal, Larissa Bruin. Daar maak ik ook wel eens video's met producten van Action of Shoploss, dat soort dingetjes. En vandaag heb ik ook weer een hele leuke video voor jullie. In deze video ga ik namelijk verschillende maskertjes testen. Ik hoop dat jullie er heel veel zin in hebben. Ik ben in ieder geval echt super benieuwd. Vergeet niet om alvast je duimpje omhoog te doen voor deze video. En laat straks ook weten of je zelf misschien een van deze maskers hebt geprobeerd. Kun je doen in de comments. En laat dan vooral ook weten wat jouw bevindingen waren. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan ook vooral eventjes. Dan gaan we heel snel beginnen. Ik heb verschillende maskertjes gehaald. En het zijn eigenlijk vooral maskertjes die allemaal weer voor een ander doel dienen. Of een ander lichaamsdeel. Dus ik heb een handmasker, voetenmasker, een soort van neusmasker. Alhoewel we dat denk ik niet een masker kunnen noemen, maar daar komen we zo op. Voor de lippen heb ik een masker, een gezichtsmasker, een masker voor onder de ogen. Alles komt aan bod. Dus ik denk dat het handigst is om dan maar met het voetmasker te beginnen. Want dan kan ik die alvast laten intrekken terwijl ik ondertussen met de rest aan de slag ga. Dit is het voetmasker. Deze heeft shea butter en vitamine E. En het zou hydraterend moeten zijn en vooral ook verzachtend voor de voeten. With the scent of lavender. Lavender. Lavendel dus. Nou, dat is ook niet verkeerd hè, voor de voeten. Dus het gaat er ook nog helemaal lekker van ruiken. Niet dat jullie dat mee kunnen krijgen, maar goed, dan weet je het maar. Dus ik ga mijn sokken uittrekken. Dan ga ik dus de maskerzok aantrekken. Want daar komt het volgens mij op neer met zo'n voetenmasker. Ja, kijk, dit zijn dus die sokken. En misschien heb je op dit kanaal al een keer eerder een video gezien waarin ik een soort van spa dagje thuis ging hebben. En daarin heb ik ook al dit soort voetmasker sokken geprobeerd. Dat was echter die met avocado en dit is hem met lavendel. Ik weet niet of dat nou heel veel verschil gaat maken, maar ik vond het toen best wel lekker. En ook wel vernieuwend, want dit is echt zoiets wat je gewoon niet vaak genoeg doet. Kijk, je opent hem dus aan de bovenkant en dan zie je dat het eigenlijk gewoon als een soort van zakje is waar dus een vloeistof in zit. Nou, dat is het masker. En daar kun je je voeten gewoon in doen. Kijk, daar gaan we. Oh, dit voelt zo gek. Het voelt echt als een soort van natte sok. Ik kan niet zeggen dat het echt lekker aanvoelt, want het is een beetje gekkig, weet je wel. Je wilt je voeten toch meestal gewoon lekker droog houden en dat is nu dus niet het geval. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga proberen om me zo comfortabel mogelijk verder te bewegen. Want dit mag volgens mij 15 tot 20 minuten laten zitten en vermijd lopen. Nou, ik ga nergens naartoe. Ik blijf gewoon lekker hier chillen. En dan gaan we door met de Charcoal Pore Strips. Dit is dus eigenlijk niet echt een masker, maar ik dacht ja, het is wel leuk om mijn neus ook gewoon aan te pakken. Ja, hoort het toch allemaal een beetje bij. Dus dit is eigenlijk vooral om mee-eters te verwijderen en de poriën te reinigen. Hier zit dus houtskool in. Dat is volgens mij wel een heel fijn werkend product. Het zijn er volgens mij ook gewoon 6. Ik heb er natuurlijk maar 1 nodig. Ik heb maar 1 neus. In de tussentijd heb ik mijn neus eventjes schoongemaakt. En dan is het dus de bedoeling dat ik de zwarte kant op mijn neus aanbreng. Volgens mij gaat dat zo goed. Dan kun je hem dus nog een beetje nat maken om extra stevig op je neus te zetten. En nu ben ik eigenlijk een klein beetje teleurgesteld dat dit dan niet zwart is. Ik wil wel weten dat ik met houtskool bezig ben, weet je wel. Ook dit moet dus zo'n 15 tot 20 minuten blijven zitten. Dus misschien moeten we in de tussentijd dan toch gewoon heel eventjes wachten. En ja, dan ben ik zo bij jullie terug. Ga ik met mijn benen omhoog, mijn neus in de lucht. En dan horen jullie straks weer van mij, lieve mensen. Ondertussen kan ik wel even een muziekje opzetten. Need you to stay safe. Op de beat. Oké, muziek luisteren is leuk, maar ik kan niet wachten om hem eraf te halen. Dus dat gaan we ook gewoon lekker doen. Ik denk dat ik gewoon met mijn neus ga beginnen, want dan kunnen we daar meteen kijken wat gebeurt. Nou, sowieso was dat er niet echt heel moeilijk af te halen of zo. Dus dat valt me allereerst mee. Als ik zo kijk, dan lijkt het niet alsof er heel veel is gebeurd. Het ziet er in ieder geval niet heel ranzig uit. Dus op zich kan ik het best aan jullie laten zien. Sommige mensen die houden hier ook gewoon van. Ik weet dat het een guilty pleasure is. Mocht dit jouw guilty pleasure zijn, laat het weten in de comments. Voor mij geldt dat niet. Ik vind dit normaal gesproken gewoon echt super ranzig. Zeker als het van anderen is. Maar ja, er valt gewoon niet zo heel veel te zien. Misschien is dat ook omdat ik enigszins heb vals gespeeld. Ik ben namelijk
gisteren nog bij de schoonheidssalon geweest. Dus de schoonheidsspecialist die heeft eigenlijk al haar werk al gedaan. En dat betekent dat zij dat dus goed heeft gedaan. Want dit ziet er gewoon eigenlijk heel netjes uit. Ik ben heel erg benieuwd of jullie dit zelf wel eens hebben geprobeerd. En of je dan wel echt heel veel resultaat had. Laat dat weten in de comments. Dan gaan wij nu door naar het voetenmaskertje. En dan kunnen we daarna door met de andere maskers. Eerst gaan we deze er even lekker afhalen. Oh jongens, dit is wel echt... Oh jeetje, zie je dat? Er zit echt nog van alles op mijn voeten. Nou heb ik begrepen dat je dat er dus gewoon rustig in kunt masseren. Dus dat ga ik eventjes doen. Het ruikt trouwens ook echt wel lekker naar lavendel. En het voelt ook wel heel lekker aan. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar mijn voeten zijn vaak zoiets wat ik dan vergeet. Terwijl... Je staat en loopt er elke dag op. Voelt wel echt heel erg zacht en gehydrateerd aan. Dus dit vond ik alvast een goed begin. Goed, en dan heb ik mijn handjes weer gewassen. En dan is het nu de bedoeling dat ik ook in ieder geval een deel van mijn gezicht en mijn lippen ga wassen. Want we gaan door met het oogmasker. Dit is dus het masker dat ik heb gevonden. Hier waren trouwens twee verschillende soorten van. Die andere zagen er vooral anders uit. Maar volgens mij was er verder niet echt iets van een verschil aan. Het staat op Hydrates and Soothes the Skin Under the Eyes. En ik vind ook... Onder de ogen heb ik in ieder geval altijd wel wat meer hydratatie nodig. Daarom vind ik zo'n hydrogel masker daarvoor wel heel erg fijn. Nou, ook deze mag je weer 15 tot 20 minuten laten zitten. Dus ik ben straks weer helemaal zoet. Ondertussen kan ik dan ook wel alvast het lipmasker doen. En dit is de Gold Lip Mask. Deze is er ook in een roze versie. En die heb ik al eens een keer eerder getest op mijn eigen kanaal. Maar dat is wel een tijdje geleden. Ik dacht, nu ga ik gewoon voor de gouden. Staat op Hydrates and Soothes. Dus ook weer hydraterend en verzachtend. Dat is precies wat ik ook het liefste van mijn maskers krijg. Het ziet er echt heel leuk uit. Even kijken, volgens mij hoort het dan zo. Oh, wat is dit cute. Dit vind ik gewoon helemaal cute. Ja, ik kan er niet anders over zeggen. Nou, je kunt er gewoon bijna mee naar een festival. Het ziet er gewoon echt wel leuk uit. Oh, dit plakt allemaal echt zo erg. Oké. Oeh. Hij begon al los te laten en ik moet zeggen, ik kon het ook niet langer aan. Het werd tijd om weer te praten, dus daar ben ik dan weer. Oh, deze zit er nog wel heel goed op. En laten we het vooral ook even hebben over hoe het aanvoelt. Op mijn lippen voelde ik wel echt iets gebeuren. Ik had het gevoel alsof het, bijna alsof het een beetje tintelt of nog steeds. En ik zit het nu ook bijna af te likken. Volgens mij hoort er namelijk wel wat gel achter te blijven. Die mag je erin smeren, maar er is niks achtergebleven. Dus misschien hadden mijn lippen het heel hard nodig. Laat ik deze er dan ook even af gaan halen. Dit blijft trouwens best wel goed zitten, vind ik. Dit voelde wel echt heel verkoelend aan ook. Ik denk dat dit een hele goede combinatie is eigenlijk. Want het is in principe hetzelfde soort masker. Maar het heeft natuurlijk een hele andere focus. De lippen en rondom de ogen. Het houdt ook in dat je gewoon heel even rustig moet zijn. Heel even gewoon niet praten. Heel even gewoon chillen. Dus het is tegelijkertijd ook een soort van ontspannen momentje voor jezelf. Maar ja, ik ben hier wel over te spreken eigenlijk. Of ik nou echt een bepaald resultaat zie, dat weet ik niet. Maar het voelt wel goed. Lekker vaag nog. Maar weet je, we zijn ook nog niet klaar. Want ik heb nog twee maskertjes. En die gaan we ook gewoon weer lekker tegelijkertijd aanbrengen. Daarvoor ga ik straks eerst weer even mijn gezicht wassen. Want dit is een facial sheet mask. En ja, daarmee willen we dus eigenlijk gewoon weer een beetje opnieuw beginnen voor het gezicht. Dit is de Wilde Roos. Zo heet die. Dat is denk ik dan de geur. En je hebt hiervan ook echt heel veel verschillende soorten. Dit is de Skull, ofwel het schedel. En dat is eigenlijk een beetje zo'n Mexicaans schedel. Weet je wel. Een calavera noemen ze dat volgens mij ook wel. Van Diaz de la Muerta. Ik ben nu allerlei Spaans aan het spreken voor jullie. Maar ik weet niet of ik het allemaal goed zeg. In ieder geval vond ik deze er wel heel erg leuk uitzien. En ja, de geur is dus Wild Rose. En verder staat er ook Deeply Cleanses, Refreshes and Softens the Skin. Dus dit zou vooral ook reinigend, verfrissend en verzachtend moeten zijn. Mijn oogmake-up na is mijn gezicht nu helemaal schoon. Ik vind zo'n sheet mask dus zelf altijd wel fijn. Want je doet hem er gewoon in één keer op. En je haalt hem er ook in één keer weer af. In plaats van dat je het er nog af moet gaan zitten pielen of wassen of schrobben, schrubben. Oh my god, ik ga nu alleen wel echt in een Engert veranderen. Oh, ik vind dit dus zo vet. Dit zou echt mijn look zijn voor Halloween, hè? Serieus. Als ik ooit een Halloween party heb, dan zou ik echt graag verkleed gaan als dit. Oh, en hij ruikt lekker. Wild Rose is bij deze goedgekeurd. Voelt trouwens ook echt heel lekker aan. Ik hoop dat jullie hem nog een beetje serieus kunnen nemen, want ondertussen ga ik jullie uitleggen hoe het handmasker werkt. Dit is de Soothing Hand Mask. Nourishes and moisturizes your
Your Hands. Hierin zit chia butter, macadamia oil en ook vitamine E. En dit zijn volgens mij gewoon weer handschoentjes. Dit is dus zo'n handschoentje. Dit is dus echt niet handig. Letterlijk handig. Want je bent met de ene hand bezig en met die andere hand zit je in de handschoen. Ja, dit dus. Wat een productieve dag is dit toch. Echt heerlijk. Ik voel me nu ook echt een soort van Disney figuur. Oh, ik vind die kleur ook helemaal leuk. Ik vind het cute. Oké, jongens, ja, hoe lekker dit ook aanvoelt, ik denk dat het tijd is om alles er weer af te halen. Ik ga beginnen met mijn handen, want ja, zonder mijn handen kan ik ook de sheetmaster niet afhalen. Zoals je ziet, er blijft nog heel veel product op mijn hand achter. Maar dat is allemaal niet erg, want dat kan je er dan gewoon lekker insmeren. Dat voelt dan eigenlijk gewoon een beetje als een lekkere handcreme, denk ik. Ik ben nog niet zo ver hoor. Oh joh, ik kan hier echt mijn hele armen mee insmeren. Maar het ruikt wel echt heerlijk. Oh, dit voelt ook echt heel erg fijn. Mijn handen zijn wel echt verzacht. Wat ook natuurlijk de bedoeling was. Wel een beetje overtollig veel product. Maar goed. Normaal gesproken hoor je me daar ook echt niet om klagen. Want het is in ieder geval niet karig. Gaan we nu de sheetmaster ook afhalen. En dan verwacht ik dat er alsnog een heel kleurrijk persoon naar voren komt. Dit mag je volgens mij ook gewoon nog even lekker zo uitsmeren. Dat voelt eigenlijk wel echt heel lekker zacht. Ligt het aan mij of heb ik nu gewoon wel echt een lekkere glow? Ik vond dit in ieder geval wel echt een heel fijn, fijn sheet mask. Ik voel me helemaal ontspannen. En ik denk dat het ook echt wel iets goeds heeft gedaan voor mijn huid. Die straalt echt helemaal. Kan ook bijna niet anders met zoveel verschillende maskertjes natuurlijk. Ik zou niet echt kunnen zeggen wat nou mijn favoriet is. Ik vond het in ieder geval leuk om die under eye mask eens een keertje te proberen. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie favoriet is. En of er misschien nog andere maskertjes zijn die je zou aanraden. Of is er misschien een ander masker van de Action waarvan jij denkt, nou die wil ik ook wel een keer getest zien. Laat het dan weten in de comments. Vergeet verder natuurlijk niet om even je duimpje omhoog te doen voor deze video. En te abonneren op dit kanaal. In ieder geval heel erg leuk dat je hiernaar hebt gekeken. En hopelijk weer tot snel.